We willen graag van Hilversum de hip-hop hoofdstad van Nederland maken. En we hebben heel wat edities gehad, veel in Laren, in Huizen. En dit is de 8e editie alweer. Het enige is in zijn soort in de regio, de grootste ook van zijn soort. Normaal als je dit soort dingen wilt meemaken, moeten gewoon mensen hier gewoon best wel ver reizen. Ja, het is gewoon een heel mooi evenement waar we de hip-hop culture centraal stellen. Nou, zeker voor de nieuwe generatie is het gewoon super chill voor hun om iemand te hebben die gewoon ervaren is met break. En ook een beetje echt zijn steentje bijdragen in de scene. Zowel Nata als ik. De support die de kids hier krijgen en de begeleiding hierin om te ontwikkelen naar een professional of om hunzelf te ontwikkelen. Ja, is gewoon geweldig, weet je. We willen gewoon die culture celebraten. En in de game gebeurt dat. Nou, de mensen hier die dansen al, maar zij kunnen ook nog steeds gewoon zien dat het niet alleen maar hier de dans op de vloer gebeurt, maar dat het ook gewoon verder reikt en dat het een echte uiting kan zijn. Nou, dans, ik wil eerst gewoon een beetje op mijn kamer gaan doen, zeg maar. Gewoon mijn energie een beetje en mijn voelens een beetje eruit gooien. Gewoon dat het echt leuk was en dat ik best ver ben gekomen. Goed gedaan. Ja, het was echt leuk. Moet je vandaag in één woord omschrijven? Echt fantastisch. Dus dat was een van mijn beweegredenen om Funky Feet te organiseren. En zodat kids gewoon lekker kunnen dansen en lekker met dans zichzelf kunnen uiten en met elkaar kunnen communiceren op die manier. En eigenlijk komt het volgens mij oorspronkelijk vanuit Laren, maar het is gewoon heel leuk dat het hier nu aan het landen is en door als Hilversum. Een poetry slam is eigenlijk een battle tussen woordkunstenaars, spoken word artiesten. En we hebben verschillende rondes en telkens vallen er ook mensen af. En ja, ik ben heel benieuwd. Onze winnaar gaat door naar de halve finale van het NK. Dus er staat echt wat op het spel. Heel erg leuk. Ik ook. En ik denk voor een allereerste editie van een poetry slam is het echt heel erg goed gegaan. Ik ben nu een jaar bezig met echt alle slams afgaan in Nederland. En deze werd het gewoon opeens. Uiteindelijk als er geen ritme is, geen muziek is, geen heartbeat, dan ontstaat hip-hop niet. Dus de poëzie in de ondergrond van muziek, dat blijft een kern van waarom wij dit doen. En daarom is het hier aanwezig vandaag. Ja, de sfeer is wel anders dan dat je ergens anders heen gaat zitten. We hebben superveel mensen in het gooien zitten. Heel veel jong talent, heel veel liefhebbers van de cultuur. En die willen wij heel graag met elkaar connecten. We doen het door middel van schrijverskampen, we doen het door middel van meetings. We hebben panelgesprekken met artiesten, van alles. En we willen heel graag het gooien op de map zetten voor hip-hop, want we hebben gewoon heel veel te bieden. Zolang wij ons het ding blijven doen, de subsidies blijven komen, ze blijven het ondersteunen. Vooral cultuur is heel belangrijk. En dat ze ook gewoon laten weten wat ze aan het doen zijn. Dat ze ook blijven participeren met partners, samenwerken. Ja, dan zie ik nog wel dat dit nog jaren door kan gaan. Wat Sean en ik heel erg als ambitie hebben, is dat Summer Sickness echt een jaarlijks terugkomend evenement gaat worden hier in Hilversum. En dat we veel meer partners gaan verbinden. Vandaag zijn we in de Vorstin en bij de Vuur in de Bioscoop. Maar dat we nog veel meer plekken gaan verbinden. We hebben een milkshake uitgebracht met King's Ice Café. Dus we willen gaan kijken of we nog meer van dat soort samenwerkingen kunnen doen met allemaal Hilversumse ondernemers. Zodat het echt een tof urban hip-hop festival door de hele stad gaat worden. Jullie moeten gewoon zorgen dat die spinnenweb groter en groter wordt. En één keer per jaar zich centraliseert op in het midden, net als hier vanavond, weet je wel. En ik denk wel dat is wel, er hebben gewoon heel veel talenten. Dus we richten ons vooral inderdaad op jongeren en kids uit het gooi. Maar ik heb ook al begrepen dat er heel veel mensen vanuit Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Almere gaan komen. Dus het wordt wel heel erg leuk. We hebben toch gewoon een van Nederlands grootste, doopste rappers. Die komt gewoon vandaag met ons het Summer Sickness Festival vieren. Met de Gooise Woordenaars gaan we voor hem openen, wat ook heel dope is. Weet je, dus met 9 rap talenten, beatmakers uit deze regio, gaan we vandaag een dikke openingsshow zetten. Waar iedereen gewoon heel excited voor is en heel veel energie geeft. We hebben een paar Olympische dansers vandaag in het huis die mee gaan doen met de Olympische Spelen. Nederland vertegenwoordigen. Een van onze juryleden en een van de deelnemers later ook. Dus dat is ook gewoon heel speciaal. We hebben de winnaar van De Zwaan. Wat de grootste theaterprijs van Nederland is. Die is vandaag ook een van onze juryleden. En qua spoken word hebben we grote namen. En eigenlijk op heel veel gebieden hebben we echt hele toffe mensen die
Summer Sickness supporten.